Hallo iedereen, welkom bij aflevering 4 van de Minecraft Hardcore Survival Serie. In de vorige aflevering hadden we natuurlijk het begin gemaakt van ons huis en we hadden ook een Wall of Fame gemaakt vanachter. En jullie hebben op de vorige aflevering natuurlijk allemaal gecomment en ik had dan even een random spinner gemaakt op mijn gsm en ik had gedraaid aan het rad en deze persoon had gewonnen, dus Cox was Minecraft, jouw naam komt op de Wall of Fame, voilà. Ik ga eventjes deze, dat was het voorbeeld van de vorige aflevering, ga ik eventjes vervangen. En voilà, jij komt nu op de Wall of Fame, dus ik hoop dat je er blij mee bent. Dus mensen, stel jullie willen dat jullie naam ook op de Wall of Fame komt, comment dan zeker onder deze video en heb je een kans om in de volgende video van Minecraft Hardcore op de Wall of Fame te komen. Oké, en dan gaan we nu verder met de video. Dus wat ga ik deze aflevering eigenlijk allemaal doen? Ik denk dat ik als eerste hier wat kisten wil zetten in mijn base. En dan als tweede wat meer cobblestone wil verzamelen om het dak af te kunnen maken. Want ik heb nu natuurlijk nog geen dak op mijn huis. En dat is niet echt veilig, want dat kunnen spinnen en zo binnen geraken. Dus ik ga eventjes eerst wat spullen hierin opbergen. En dan zodat ik wat plaats heb om wat kisten te maken in mijn inventory. En dan gaan we hier wat kisten maken en zo om onze spullen op te bergen. Oké, mensen, ik heb nu 8 kisten gemaakt. Ik denk dat dat voorlopig wel eventjes genoeg gaat zijn. Zo, voilà. Hier kunnen we dan 2 crafting tables zetten. Ik weet, het is niet symmetrisch met de deuren en zo, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Oké, mensen, ik denk dat dit beter is, want dan ga ik hier nu gewoon 2 crafting tables zetten. En zo, of een crafting table en oven, ik zal nog wel zien. Dan genoeg gezeik, dan ga ik nu even alle spullen verplaatsen naar die kisten en dan zie ik jullie weer terug. Ik ga voorlopig nog niet alle spullen sorteren, want ik heb nog geen item frames en zo. Ik ga pas mijn spullen beginnen sorteren vanaf dat ik itemframes heb, want dan kan ik ook zien in welke kist ik welke spullen moet doen. Dat maakt het gewoon een heel stuk makkelijker. Mensen, ondertussen is het ook al nacht geworden, dus ik denk dat ik even rap ga slapen, want het zal niet echt ideaal zijn als er ineens een creeper achter mij staat. Oké, ik had gezegd dat ik denk ik nadat ik mijn kisten gesorteerd of mijn kisten naar binnen verplaatst had, ik denk dat ik dan had gezegd dat ik ging gaan minen. Even kleine verandering van plan. Ik ga rond mijn basis ga ik heel veel toortjes zetten, zodat er geen mobs meer spawnen. Zodat er rond mijn basis geen mobs spawnen en dan ben ik al sinds al iets veiliger. Dus ik heb nu 11 toortjes in mijn inventaris, maar we hebben hier nog meer dan genoeg kool om wat extra toortjes bij te craften. Dus de toortjes zullen geen probleem zijn. Ziezo mensen, we hebben nu 1 stack en 15 toortjes eventjes rond onze base geplaatst om het een beetje veiliger te maken. En ik ga nu gaan minen, maar ik heb eigenlijk geen zin om de durability van mijn diamond pickaxe op te doen. Dus ik denk dat ik eventjes gewoon een paar iron pickaxes ga craften. Maar eerst ga ik ook nog wat extra toortjes maken, want een paar extra toortjes zijn natuurlijk altijd handig om te hebben. Dus ik denk gewoon dat ik een stack toortjes ga maken en dat zal waarschijnlijk wel genoeg zijn. Oké, mensen, ik heb nu 2 iron pickaxes gemaakt, zoals jullie kunnen zien. Ik denk dat dat wel genoeg zal zijn. En als ik niet genoeg heb, kan ik er natuurlijk altijd bij maken, want ik heb gewoon hout in mijn inventory. Oké, dan ga ik nu eventjes weer naar mijn mine gaan. Mijn mine was normaal hier rechts naast mijn farm, denk ik. Of wacht, mensen, ik denk dat ik daar iets zie. Ah, voilà, hier was mijn mine. Perfect, oké. Ik kan hier gewoon naar beneden vallen. Oké, is goed. Dan gaan we hier eventjes verder minen. Maar ik denk dat we niet meer extra naar beneden moeten, want we zijn nu op Y level 6. Ja, dat is al, denk ik... Als we op level 7 zijn, dat zal denk ik juist het goede level zijn voor cobblestone te gaan hakken. Want ik heb natuurlijk geen cobble deep slate, ik weet niet eens hoe je dat noemt. Maar ik heb gewoon normaal cobblestone nodig voor mijn huis verder af te maken. En dit niveau is op zich nog wel handig, want op dit niveau kan ik ook gewoon diamonds vinden. Dus dat is zeer zeker chill. En mensen, we hebben al gelijk een beetje lapis gevonden. Dat is wel zeer zeker handig voor het enchanten en zo. En dat geeft ook XP, dus ik ga het sowieso meenemen. Oké, mensen, we hebben hier een best wel grote cave gevonden. Ik denk dat ik deze wel eventjes ga verkennen. Dat is natuurlijk wel een beetje gevaarlijker. Ik ga wel natuurlijk ervoor zorgen dat ik mijn waterbucket en alles in mijn inventaris heb. Zodat, stel dat ik val, dat ik nog iets van een waterbucket clutch ga doen. Maar ik zie hier wel redelijk veel iron en misschien kunnen we hier ook wel wat diamonds vinden. Dus ik ga dit wel zeker even verkennen. Oh, kijk mensen, daar zijn al direct diamonds. Ik spring er gewoon even naar beneden en ik zie hier al direct diamonds. Dat is zeer zeker chill, dan hebben we genoeg diamonds om een enchanting table te maken. Het enige wat we dan nog gaan nodig hebben voor de enchanting table is natuurlijk het ladder. Het was jammer genoeg wel maar 1 diamond, maar nog steeds 1 diamond is genoeg om de enchanting table te kunnen maken. Oh fuck mensen, er zijn hier extreem veel mobs. Shit. Fuck. Ik was hier iets te laat beginnen praten, maar dat is niet echt erg, denk ik. Het belangrijkste is gewoon dat ik leef... Oh, die skeletons hebben elkaar neergeknald. Nice. Ik dacht van, ja, ik ga hier even naartoe wat oorzaken. Ineens word ik gebombardeerd door 2 creepers, 2 babyzombies, een zombie en 2 skeletons. En nu nog een spider. Dus, in het vervolg moet ik misschien iets beter oppassen. Oké, mensen, ik denk dat het tijd is om terug te gaan naar onze base.
Ik heb ondertussen wel redelijk veel stuff. Ik heb 47 iron, 14 gold en diamond. Wat redstone, wat lapis. En ook het cobblestone dat ik nodig heb om mijn dak verder af te maken. Oh, ik zie hier nog een iron zitten. Wil ik die wel gaan pakken? Er zijn daar twee zombies. Ja, ik wil dat wel gaan pakken op zich. Gewoon eventjes alle zombies afslachten. En dan kunnen we weer verder. En nu werd ik ook beschoten door een skeleton. Maar die skeleton is hier naar beneden gevallen. En die is... Ik wou zeggen, die is dood, maar die leeft nog. Oh, een mineshaft. Daar kunnen we een volgende keer voor terugkomen voor die mineshaft. Want nu wil ik wel even gewoon naar mijn base gaan om... naar mijn base gaan om mijn dak verder af te maken. Dus al bij al, het was een zeer succesvolle mining trip. En voilà, we zijn terug bij de base. Ik denk dat nadat ik mijn spullen in de kisten heb gedaan, dat ik ook eventjes rap de Shurking Farm gewoon ga oogsten. Mensen, voor mijn dak ga ik heel veel cobblestone stairs gebruiken. Dus ik denk dat ik eerst een stone cutter ga maken. Want dan gaat het veel goedkoper zijn om al die, cobblestone stairs te maken. Dus hoe moest ik nu ook alweer een stone cutter maken? Ik denk 1 iron en daaronder 3 stone. Maar ik ga even rap nakijken. En ja mensen, ik heb het nagekeken. Het is gewoon van onder 3 stone en daarboven 1 iron ingot. Dus ik ga hier eventjes in plaats van dit iron smelten, eventjes rap 3 cobblestone smelten. Oké, het stone is gesmolten, dan kan ik nu weer het raw iron erin steken. Dan gaan we nu eventjes rap een stone cutter maken. Dus stone van onder, een iron ingot daarboven en voilà, nu hebben we een stone cutter. Ik ga die eventjes hier naast het bed plaatsen, zo. En dan ga ik eventjes al mijn cobblestone pakken. Hoeveel? Ik denk dat ik gewoon 4 stacks cobblestone ga omzetten in stairs. Dat zal denk ik wel genoeg zijn. Zo, voilà. Ik zie, heb ik nog een beetje cobblestone over? Nee, dat is wel een beetje problematisch. Okay, dus wat we nu gaan doen is, we gaan gewoon heel veel stairs gebruiken voor ons dak te bouwen. Dus we gaan nu eerst eventjes zo een laag hier doen. Allee, het is moeilijk om uit te leggen, maar jullie zullen het wel zien. En mensen, nu dat ik hier mijn dak aan het bouwen ben, kom ik hier uit bij een boom dat ik blijkbaar maar half had gehakt. Hier zit ergens nog een stuk hout en dan kan ik nu even goed dat stuk hout ook weghalen en voilà. Daar zat de hout. Oké, nu gaat de rest van de boom normaal gezien vanzelf ook wegvallen. Oké, mensen, we zijn nu heel bijna klaar met het dak. Ik heb nu het grootste deel van het dak al gemaakt. Ik moet hier nog een paar extra blokken plaatsen. Maar we hebben een klein probleempje. Ik heb namelijk geen volle blokken cobblestone meer over. Dus voor dit dak dicht te doen, moet ik nu ook maar stairs gebruiken. Ik weet, het is niet optimaal, maar het maakt normaal niet echt zo'n groot verschil uit. Dan zijn we nu bijna klaar met het dak. Het enige wat ik nu nog moet doen, is de houten planken hier plaatsen. Dat is waarvoor ik die houten planken had. Hier zit nog een stuk open ruimte. En hier moet ik dan die houten planken plaatsen. Normaal doe ik hier ook altijd een stuk glas. Maar ik weet niet, zou ik dat nu ook doen? Ja, ik kan dat op zich ook wel doen. Ik heb normaal nog glas in mijn dingen hier, mijn chest te vallen. Wat ik dan meestal doe is zoiets. Dan plaats ik hier in het midden hier glas, hier glas, hier glas, hier glas. Dat ik dit blok even weghakken. En dan doe ik hier ook glas. En dan maak ik gewoon een heel klein dingetje van glas gewoon. Oké mensen, dan ziet het er nu zo uit ons dak. Oké mensen, het hout en het glas zitten nu in het... zit er nu in, dat is nu geplaatst, dat is goed. Zo, voilà, het is nu bijna af. Zoals jullie kunnen zien heb ik langs deze kant gewoon extra stairs geplaatst. En dan ben ik langs hier gaan, heb ik hier ook extra stairs geplaatst. Zodat dat extra dik lijkt. Ik moet hier nog eventjes omhoog toweren. Zo, en dan langs deze kant nog de extra stairs plaatsen. Want daar kon ik niet aan van de grond. En voilà, de voorkant is nu af. Ik weet wel niet of ik genoeg stairs ga hebben voor de achterkant. Ik betwijfel het. Dus dan gaan we waarschijnlijk bij de achterkant maar gewoon één laag doen en niet die dubbele laag stairs. Ik kan de achterkant dan later nog altijd een keer fixen als ik wat meer cobblestone heb. Oké mensen, dit was het dan voor deze video. Wil je nu op de Wall of Fame komen? Laat zeker een comment achter en heb je een kans om de volgende video in de Wall of Fame te komen. En vond je de video leuk? Geef hem zeker een like. En klik de play. En links zal ik een playlist zetten. En rechts zal ik de volgende video van deze serie zetten. En dan zie ik jullie hopelijk bij een van de video's. Dag hè!